Goedemorgen Nederland, bij de inspiratiedag van het programma Implementatie Omgevingswet. Ook vandaag weer vanuit het Spand in Bussum. Ongeveer 800 mensen hebben zich opgegeven voor vandaag. Die hadden we heel graag hier in de zaal gehad. Maar helaas moeten wij het doen met 50 lampen, ongeveer een halve kilometer snoer en een vijftal camera's. Dat gaat de pret niet drukken. Wij gaan er weer een interessante en leuke dag van maken. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, ten eerste hebben we een tool in de lucht. Daar zijn ook inmiddels honderden mensen op ingelogd. En daar ga ik u een beetje doorheen voeren. Om te kijken wat je daarmee kan en hoe we elkaar kunnen ontmoeten. En dan gaan we een tafelgesprek starten waarin we naar een aantal werkplaatsen gaan kijken. Hoe op dit moment gewerkt wordt met die omgevingswet en voorbereid wordt op de inwerkingtraining van de wet. Maar eerst ga ik even heel kort wat vertellen over de netwerktool die u allemaal ook aangeboden heeft gekregen. Hij staat hier achter me op het scherm. En ik ga even heel kort aanstippen wat je daar nou mee kunt. Nou, ten eerste kun je naar het klokje bovenin. Dat klokje bovenin, als je daarop klikt, dan kom je in het programma terecht. En dan zie je ongeveer 20 sessies die we vandaag gaan geven. Inclusief 2 sessies aan het einde van de dag voor raadsleden. Nou, het leuke van digitaal bij elkaar komen is dat daar ook niet zo'n fysieke grens aan zit van een zaaltje. Dus u kunt werkelijk kiezen wat u wil. Doe dat ook vooral. U bent de hele dag welkom. En dat kiezen doe je door op een plusje te drukken aan de voorkant van de sessie. Als je daarop drukt, wordt het aan je persoonlijke programma toegevoegd. En op een gegeven moment gaat dan een tellertje van start. Die laat zien hoeveel tijd je nog hebt om even koffie te zetten voordat de sessie begint. Naast het klokje zien we een uitroepteken en dat uitroepteken, als je daarop klikt, dat geeft de mogelijkheid om oproepen te doen. Bijvoorbeeld aan collega's, bijvoorbeeld aan andere gemeentes, wie heeft er een opzet van de processenstromen of wie heeft er een financieel model. Nou, als we daarop klikken, dan zien we al een aantal oproepen staan. Ik zie bijvoorbeeld Katelijn staan, daar gaan we zo met Katelijn spreken, Katelijn Peters. En die zegt, ik wil graag op werkbezoek, wie wil mij en mijn maatjes ontvangen. Nou, daar kunt u uw eigen oproep plaatsen, maar ook reageren op oproepen die al gedaan zijn. Vervolgens zien we hier een wolk van bolletjes. Elk bolletje is een persoon. Je kunt er met de muis overheen gaan en dan zie je de naam van de persoon, je ziet de functie van de persoon. En als je klikt, dan kun je ook een chat opstarten samen met die persoon of een afspraak maken over, iets persoonlijk te bespreken. Dus ik ga dat zeker wel even proberen strakjes. Ik vind het wel heel leuk. En vervolgens hebben we helemaal onderaan 3 oranje vlakjes. En die geven mogelijkheid om zaken terug te luisteren. 5 podcasts staan er online over allerlei onderwerpen. En we hebben ook webcolleges staan. Ik dacht uit mijn hoofd 83 stuks. Die u terug kunt kijken en die heel veel informatie geven. Goed, dit even ter introductie. Genoeg gepraat, we gaan aan de slag met het gesprek. Katelijn Peters, je zit hier vandaag aan tafel. 3 maanden geleden, ik denk een kleine 100 dagen geleden, ben je begonnen in dit programma. En natuurlijk is de eerste vraag die ik je wil stellen. Hoe gaat het ermee? Hoe is het je bevallen? Wat heb je gezien? Ja, ik mocht vorige keer hier al zijn op de vorige inspiratiedag. Dat was eigenlijk voordat ik begonnen was al, maar ik dacht, ik pak die kans. Want ik wil de community van aan de slag heel graag ontmoeten. En 800 mensen die meeluisteren en meekijken, dat laat je niet door je neus boren. Dus toen was ik er al, maar toen was ik nog niet begonnen. En 1 februari ben ik echt aan de slag gegaan. Ja, wat me opgevallen is... de bevlogenheid van mensen, de bevlogenheid van de mensen die aan het programma werken, de hoeveelheid aan ondersteuning die er is. We hebben heel veel mooie werkbezoeken. Ik heb er weer 1 verzocht, maar werkbezoeken gedaan. En daar zie je wel de diversiteit. Dus we moeten 455 bevoegd gezagen aan de slag laten gaan. Of ze gaan aan de slag. En dan zie je hoe mooi verschillend dat is. Dat ze allemaal met andere dingen zitten, maar dat ze allemaal vol overgave bezig zijn met deze opgave. Dus ik heb vooral echt waanzinnig veel energie gezien.
ook dat het best wel heel moeilijk is. Ja. Want het is me wat, zeg maar. Ik zeg 455 bevoegd gezagen, maar we doen het voor burgers en bedrijven. Mensen moeten er echt mee uit de voeten kunnen. Dus makkelijk is het ook niet. Dus het is niet alleen maar gaaf en leuk. Het is ook best wel spannend geweest de afgelopen periode. En je merkt, ja, het gaat ergens over. Dus op het moment dat het spannend wordt, dan merk je ook dat er veel partijen ook iets vinden. Mm-hmm. Van die omgevingswet, van de manier waarop we dat met elkaar aan het doen zijn. Dus het is best wel een enorme uitdaging en een rollercoaster ook geweest. Maar ook voor jou persoonlijk een rollercoaster? Ja, ook wel. Ook wel, omdat het is gewoon ook even zoeken. Hè. Nieuw, ik kwam bij de waterschappen vandaan. Hè. Dus een van die partijen die druk bezig is met die opgave, die kende ik van binnen en van buiten. En de andere misschien vanuit de samenwerking wel. Maar ik had me niet zo goed gerealiseerd hoe verschillend die opgave uitpakt voor iedereen die ermee bezig is. En ook wat er achter de schermen allemaal moet gebeuren. Ja, ik hoorde jou gisteren nog zeggen, een grote of een kleine gemeente, dat scheelt echt heel veel, hè? Dat scheelt echt heel veel. Maar zeker, en dat merk je ook, en daarom ik deed een oproep om een werkbezoek te doen. Die werkbezoeken helpen enorm om dat gevoel ook te krijgen. Ja. Waar loop je nou tegenaan? Waar zit je nou mee? Waar kunnen we mee helpen? Dus dat helpt enorm. Maar ook achter de schermen, ik weet niet of de term OBO's, die kende ik niet toen ik hier kwam werken. Dat zijn de organisaties die bouwen aan ons digitaal stelsel. En ook daar is natuurlijk, wordt keihard gewerkt door heel veel mensen. Ook daar zitten weer tientallen, honderden mensen te werken hieraan. Hè? Zeker. Ja. Ja. En ook daar merk je, we maken iets nieuws. We bouwen iets nieuws met elkaar. Dus dat gaat niet altijd vlekkeloos. Maar ja, door zeg maar te oefenen en te vullen, dan merk je dat we het steeds beter krijgen. En dat is echt een gezamenlijke opgave. Ja, zeker. Ja. Ik wil toch even de roze olifant aansnijden. Ja. Deze maand gaat die minister samen met haar bestuurlijke partners zich buigen over de inwerkingtredingsdatum. Ja. Ik denk dat jij dit al volop aan het voorbereiden bent achter de schermen, ook weer samen met de bestuurlijke partners. Zeker. Hoe gaat dat? Ja, die vragen, we hebben een datum gesteld en daar geloofde iedereen heilig in op het moment dat we die stelden. En toch merkten we eigenlijk in de voorbereiding naar het besluit wat we daar, of het bestuurlijk overleg wat we daarover zouden hebben. Ik zei al, veel pers, veel partijen die zich roerden, iemand schreef, iedereen komt uit zijn holletje. Ja. Dus iedereen die vindt er wat van. En dat kwam eigenlijk richting het bestuurlijk overleg wel op. En wat de minister belangrijk vindt en alle bestuurlijke partners belangrijk vinden, we moeten een verantwoorde inwerkingtreding. We zijn heel lang met iets bezig, maar we willen natuurlijk gewoon, we doen het voor die burgers en bedrijven. Mm. En het moet natuurlijk, de vergunningverlening moet doorgaan, de planmakerij moet door kunnen gaan. Dus het kan niet zo zijn dat wij met elkaar zeggen, omdat we het bestuurlijk met elkaar bepaald hebben, gaan we het maar doen. We moeten met elkaar het gevoel hebben dat het verantwoord is. Daarbij wel de opmerking, helemaal vlekkeloos en zonder hobbels en bobbels gaat een operatie als deze nooit van de kant, zeg maar. Dus, maar de vraag, een verantwoorde inwerkingtredingsdatum is er eentje die bij iedereen echt gevoeld wordt van dat moeten we serieus nemen. Heeft bijvoorbeeld de woningbouwopgave daar ook wat mee te maken? Zeker. Wat we met elkaar gezegd hebben, nou, dat is een van de opgaven waar de omgevingswet natuurlijk, als het gaat over een integrale afweging, een belangrijke rol in speelt. En wat we allemaal niet willen en wat we ook nooit gaan laten gebeuren, is dat de woningbouwopgave stilvalt omdat wij met de omgevingswet van start gaan. Dat is echt een schrikbeeld, hè? Dat kan niet. Nee. Nee. Dus dat gaat niet gebeuren. Wat we met elkaar afgesproken hebben, eigenlijk 21 april was een bestuurlijk overleg. En is gezegd, we hebben eigenlijk niet voldoende informatie om zeker te weten welke datum nou verantwoord is. Dus laten we daar nog een tandje dieper gaan. Mm-hmm. En dat is precies mijn oproep ook. Maar we hebben eigenlijk met heel veel gemeenten, provincies, stedenbouwkundige bureaus, softwareleveranciers, een tandje dieper, hè? Want soms roepen we makkelijk, de woningbouwopgave komt stil te liggen. Waar zit die angst? Is die dan terecht? Hebben en kun je die met meer tijd oplossen? Dat is precies, meer tijd. Maar er wordt ook nagedacht over tijdelijke alternatieve maatregelen die maken dat als je nog net niet helemaal klaar bent, dat er een vangnetje is om te zorgen dat dat soort dingen natuurlijk niet gebeuren. Dus daar hebben we met elkaar hard op gezocht. En aan het eind van deze maand moeten we daar een besluit over nemen. En
En we zullen een besluit nemen waar het gevoel zit, dit is een verantwoorde datum. Want dat is belangrijk. Die wet moet er komen, die zal er komen. Maar het moet op een manier dat de uitvoering ermee uit de voeten kan. En onze primaire processen gewoon door kunnen. Vanzelfsprekend. Ja, snap ik. Ja, dus eind van de maand goed de media in de gaten houden. Want we gaan dat natuurlijk onmiddellijk communiceren. Ja, ons. Ja, ja, wij communiceren ja, het wij, met u allen. Ja. Als jij in één of twee zinnen aan het land iets zou mogen meegeven van wat ondanks deze, nou ja, deze cliffhanger zullen we maar zeggen, toch gedaan kan worden. Wat zou je dan willen zeggen aan het land? Ga vooral door. Het is een waanzinnige opgave. We gaan er ook met elkaar echt ontzettend veel plezier van hebben. Dat weet ik echt zeker. Maar mocht er een andere datum worden gekozen dan de datum die er nu is, benut die extra tijd. Want het is best een opgave. Je merkt, veel organisaties zijn er zelf hartstikke druk mee. Maar je moet er ook druk mee worden met het waterschap in jouw gebied, met de provincie. Je moet met elkaar dit ook gaan doen. Dus als die datum mocht gaan schuiven, zie het ook als een zegen en denk, wat kan ik in die tijd nog meer doen om nog beter klaar te geraken voor de omgevingswet. Dus dat zou mijn oproep zijn. Ja, dankjewel. En er zijn natuurlijk zat organisaties die dat doen. Hè. Onder andere Bronkhorst. Wij gaan zo meteen praten met Willem Bunk van Bronkhorst. Jij hebt hem al eerder gesproken. En we gaan hem hier aan tafel uitnodigen. Goedemorgen Willem. Goedemorgen. Van harte welkom hier aan tafel. Dankjewel. Vanuit Bronkhorst gekomen vanochtend, denk ik. Ja. Ja, het was al druk op de weg. Ja, ja. Het valt tegen. Ik heb niet direct eraan. De eerste vraag aan jou. Wat voor een positie heb je binnen gemeente Bronkhorst en hoe ben je betrokken geraakt bij deze early werkplaats eigenlijk? Ik ben wethouder, ik doe financiën, economische zaken en een heleboel andere onderwerpen. En ik coördineer in het college onze voorbereiding op de invoering van de omgevingswet. Dus de vernieuwing van het hele omgevingsbeleid en alles wat ermee samenhangt. Kijk. Ja, hartstikke goed. In de werkplaats wilden wij heel graag experimenteren, praktisch, kleine opgaven, scherpe opgaven, experimenteren met, krijgen we het digitaal stelsel, onze software met de ketenpartners aan het draaien. Ja, hartstikke goed. Wij kennen elkaar al. Ja, hoi, ja want ik heb net een, hallo, welkom Willem. Ik heb net een oproepje geplaatst van waar mogen wij op werkbezoek? Ja. Ik zit met de bestuurlijke partners, dus dat zijn wethouders en gedeputeerden en dijkgraven. Zitten ze aan een landelijke tafel en die willen ook voeling met die praktijk. Om een besluit te kunnen nemen over verantwoorde datum of wat er tussentijds nodig is, moeten die bestuurders gewoon weten hoe zit het dan in het land. Ja. En ik zei al iets van, het zit nogal verschillend in het land. De gemeente Bronkhorst en de gemeente Amsterdam moeten allebei met de omgevingswet kunnen werken, maar het betekent echt wel iets anders. Dus wij kwamen op bezoek bij de gemeente Bronkhorst, digitaal weliswaar, dus wij zijn niet bij jullie binnen geweest. En daar ontmoeten wij elkaar en we hadden een leuk gesprek en toen dacht ik, nou wat is het leuk om hier ook met deze mensen die allemaal kijken, ook een gesprek met jou te voeren. Een echte bestuurder aan tafel. Ja. Wat heb je met deze opgave? Wat heb je met de omgevingswet als je kijkt naar de gemeente Bronkhorst? Nou, ik ben in zekere zin wel een bijzonder wethouder, want ik ben ook vakinhoudelijk geschoold, zeg maar. Ik ben mijn leven lang werk ik al als onderzoeker en adviseur in omgevingsbeleid. Dat helpt wel, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd merk ik dat al mijn andere bestuurlijke collega's er wel hetzelfde in zitten als ik. In ieder geval in de regio Achterhoek. En dat is flink gas geven om klaar te zijn om gebruik te gaan maken van die wet. Want ja, we hebben er zelf om gevraagd om deze wet. Het is niet iets wat ons overkomt en dat moeten we allemaal doen. Nee, dit is wat wij nodig hebben om eigentijds omgevingsbeleid te voeren met elkaar. Op een eigentijdse manier verantwoord, zorgvuldig, met goede participatie besluiten kunnen te nemen over al die opgaven die hier liggen. En eigenlijk is die praktijk, is voor een belangrijk deel probeerden we dat al, maar met een heel onhandig wettelijk stelsel en een verschrikkelijk complexe procedurele begripsverwarrende institutionele context. En nu kunnen we echt met op de vraagstukken van deze tijd en de werkwijze van deze tijd toegesneden praktijk met een wet gaan werken. Maar ja, dat vergt nog wel wat voorbereiding. Ja. Ja, en je zegt heel mooi, we wilden dit zelf, hè? Ja. Het is niet iets wat ons overkomt. Dat is denk ik heel mooi om ons te realiseren. We zijn bezig met iets wat ons gaat helpen en niet wat ons nieuwe verplichtingen oplegt. Kan je iets vertellen over wat zo'n opgave doet binnen jouw organisatie en hoe jullie dat aangepakt hebben? Ja, toen ik begon 3 jaar geleden als wethouder lag er een plan van aanpak, was er een start gemaakt. En in voorbereiding hadden ze iets heel belangrijks gedaan. Alle bestemmingsplannen die er in de gemeente Bronkhorst, en die bestaat uit 5
voormalige kleine plattelandsgemeente, één hele grote plattelandsgemeente. Alle bestemmingsplannen waren samengevoegd tot twee. Eentje voor bebouwde kom en eentje voor ons gigantische buitengebied. Dat helpt. En men dacht, nou daar zijn we al een heel eind. En er was een plan van aanpak waarvan ik dacht, ja maar dit is te smal. Want het gaat niet alleen maar om die omgevingsvisie of om dat traject van die omgevingsplan. Nee, alle werkwijzen moeten herzien worden. We moeten voorbereid zijn op dat nieuwe digitale stelsel. Dat moeten we op orde hebben. Participatie, we deden het wel veel, maar in onze gemeente weinig gestructureerd. Nou, langs al die lijnen hebben we een plan van aanpak, een routekaart ontwikkeld. Bureau Ruimtevolk heeft erbij geholpen om dat op te zetten met eigenlijk ja, zes sporen, de instrumenten, werkprocessen, dat digitaal stelsel participatie om daar stapsgewijs parallel aan elkaar tegelijkertijd aan te gaan werken. Dat vraagt heel veel van een kleine gemeente als Bronckhorst. 36.000 inwoners maar, dus navenant klein ambtelijke organisatie. En de keuze die we hebben gemaakt is, we willen het zoveel mogelijk met onze eigen mensen doen. Zodat ze mensen werkende wijze ook kennis maken met die omgevingswet. Want het waren eerlijk gezegd maar een paar die dat wel kenden, een paar hele goede, maar de rest niet. Dat heeft een voordeel, namelijk ja, werkende wijze maken mensen zich dat eigen. Het heeft ook een nadeel, dat kost meer tijd. En dan word ik ongeduldig als bestuurder en zeg ik, moet dat niet anders? En dan proberen we hè, de mensen die we de tijd die we inzetten voor het voorbereiden op een gegeven moment aan de achterkant weer aanvullen met externe inhuur. Ja. Rampzalig moeilijk op dit moment, overigens, voor dit beleid zijn is echt een probleem. Ja. Veel te weinig mensen beschikbaar. Maar goed, dat is dan nog grosso modo nog gelukt. Maar je moet ook een mix vinden met soms moet je ook inhuur doen om expertise binnen te halen die je toch onvoldoende hebt. Of gewoon de capaciteit binnen te halen. Met name ook de organisatie van zo'n heel proces, dat projectmatig goed inrichten. We hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om, K+V heeft ons erbij geholpen, om dat een werkwijze voor te ontwikkelen door met scrums te gaan werken, klantreizen uit te voeren om die processen te analyseren. En ook daarvoor hebben we dan onze eigen mensen getraind om dat te kunnen doen, zodat ze zelf in scrums kunnen gaan werken. Maar ook dat ja, ben je ook weer een half jaar verder voordat iedereen dat een beetje weet en hoe je dat kunt doen. Ja. Nou, dus dat zijn eigenlijk de, en ik denk het belangrijkste voordeel wat ik erin zie, het kost veel tijd en geld, daar wordt in het college ook over gemopperd. Wij hebben in 4 jaar tijd 2 miljoen vrijgemaakt op een begroting van 85 of 90 miljoen, 5 ton per jaar om aanvullend hierop te spenderen, echt als investering eenmalig. Maar eigenlijk zijn we daar ook bezig, is dat ook een investering in de organisatieontwikkeling die toch al nodig was. Ja, ja. Oh, mooi. En ik vroeg me af, welke opgaven spelen er in een gemeente als Bronckhorst, waar je de omgevingswet dadelijk hard bij nodig hebt? Ja, wonen. Ja. Bronckhorst ligt in de Achterhoek. En de Achterhoek is een gebied waarvan een paar jaar geleden men dacht, ja, de demografische ontwikkeling is zodanig dat wij moeten anticiperen op een afnemende bevolking. Oh, ja. Onze bevolking is ook afgenomen sinds de stichting van de gemeente Bronckhorst 15 jaar geleden. Toen bijna 40.000, nou nu 36.000, daaronder zelfs al. Maar met huishoudensverdunning en jongeren die juist graag op het platteland willen blijven, moet je wel bijbouwen. En dat is een tijd lang onmogelijk gemaakt. De vorige verkiezingen in de hele Achterhoek hebben daar een politieke verschuiving te zien gegeven. Wij zijn een college van 3 voormalige oppositiepartijen. Dus echt een kleurverandering op dat thema. Ja. We hebben 2 jaar nodig gehad om het beleid te veranderen. In afspraak met de provincies en de andere Achterhoekse gemeenten. Ja, en nu is er een hoos aan plannen. We hebben inmiddels al 500 aanvragen om woningen te creëren. Ofwel door splitsing van bijvoorbeeld boerderijen of grote woningen. Of door nieuwbouw. Ja. Waarvan we er iets van 150 kunnen honoreren. Op grond van het woonbeleid. En ja, de inschatting van de ruimtelijke ordening en de bestemmingswijziging, of die mogelijk is. Maar dat moet nu allemaal uitgevoerd worden. En dat, ook dat hebben we weer, ja, met het huidige instrumentarium, dan heb je weer nieuwe regels in het woonbeleid, geplakt op wat je al had aan RO. Die aanvragen moeten door 2 procedures. Dat kost dus gigantisch veel tijd, tot frustratie van die mensen en de woningzoekenden. Want er is echt bijna niets te koop bij ons. Alles is meteen verkocht. Alles gelijk weg. Prijzen zijn gigantisch gestegen. Wij zitten nu in Bussum. Ik keek op Fundanet, wat kost het hier? Nou, zoveel verschilt dat niet meer bij ons. Dat is echt ongelooflijk. Digitaal werken, Willem. Je kan, ja. Je bent zo in de Achterhoek. Mensen gaan in de Achterhoek wonen en dan wonen ze tot. Ik snap het. En er is bij ons ook heel veel werk. We hebben ook heel veel werk. Dus mensen komen en wonen en werken in de Achterhoek. Ja. Maar dat moeten we dus wel versnellen. Want we kunnen dus onvoldoende als gemeente met het huidige instrumentarium die maatschappelijke ontwikkeling
Mogelijk maken die gewoon hard nodig is. Maar jij zegt dus, daar gaat de omgevingswet mij bij helpen. Absoluut. Hoe kijk je naar de berichtgeving die we ook zien dat woningbouw gestagneerd door de komst van de omgevingswet? Dat is wat we nu heel veel in de media horen. Hè? Die omgevingswet gaat ervoor zorgen dat we niet kunnen bouwen. Hoe kijk je daarnaar? Absolute onzin. Die woningbouw stagneert omdat we de verkeerde plannen hebben gemaakt de afgelopen jaren. Zowel Rijksoverheid als gemeenten. We zijn te terughoudend met het de mogelijkheid bieden en plekken en locaties creëren waar je woning kunt bouwen. Mm-hmm. Dus veel te veel naar de steden gekeken. Die zijn vol. Daar kun je door inbreiding echt nog wel wat doen. Maar het is hartstikke kostbaar. Het is ingewikkeld. En heel veel mensen hebben een woonwens met een tuintje en een schuur. Gewoon voor de fiets en waar je de kinderwagen in kwijt kunt en een beetje ruimte. En elders in het land, zoals bij ons, wilden heel veel mensen altijd al wel bouwen, maar het mocht nooit van de provincie of van was het andere. Echt zo krap? Ja, het is echt onzinnig. Ja. Hetzelfde probleem heb ik met bedrijventerreinen. Wij hebben op korte termijn in Bronckhorst hebben veel bedrijven, veel maakbedrijven, verspreid ook over de hele gemeente. We hebben 5 kleine industrieterreinen, maar ook in het hele buitengebied zitten ook bedrijven. Maar dat mag eigenlijk niet, denkt men, omdat veel van mijn vakgenoten hebben geleerd, een bedrijf hoort op een industrieterrein. Ja. Maar als ik nu het industrieterrein uitbreid, moet ik ook een boerenbedrijf uitkopen om ruimte te maken. Ja. Terwijl die boerenbedrijven, dat is één zo'n thema ook wat we echt moeten oppakken in ons nieuwe omgevingsplan. Ja, er zijn heel veel locaties van boerderijen die beschikbaar komen. Want gemiddeld genomen 5% per jaar boeren stoppen. Dat land wordt gebruikt, die boerderijlocatie komt vrij. Dat is in het buitengebied vaak al een hectare bebouwd stukje, mm-hmm. Daar mag je dus nu niks. Nou, nu hebben wij het mogelijk gemaakt met de provincie in de analyses. Daar mogen we ook bedrijfsfunctie gaan toekennen, natuurlijk onder voorwaarden. Wij zijn heel trots op de kwaliteit van ons landschap en dat willen we mooi houden. Blokkendozen staan waarschijnlijk. Dan op zijn minst een goed zorgvuldig ontworpen blokkendoos, maar vaak ook met een kleinere voetafdruk dan wat er nu staat aan stallen en bestraat gedeelte voor ingekeld voer, et cetera. Ja. Dus dan ga je al naar de helft van de bebouwde of minder bebouwde plek. Als je dat goed ontwerpt, dan kun je dat heel mooi passend doen in het buitengebied. En dan heb je een hele mooie werkplek voor een timmerfabriek of voor iets met een kantoor of voor een metaalbewerkingsplaats of een machinefabriekje. Daar hebben we veel van. En dat zal echt niet uitgroeien tot daarna gigantische fabrieken, want dat gebeurt niet. Maar daar voor het wijzigen van dat soort regels, die flexibiliteit en die beoordeling op welke kwaliteit willen we daar nou realiseren. Ja. Wat is nou die gewenste kwaliteit van de leefomgeving? Daar moet je afweging over gaan in plaats van die vinklijstjes die je nu hebt. Met verschrikkelijk ingewikkelde regels die wij daar ook zelf voor hebben. Ja, dat vergt echt nog wel een vertaalslag van dat soort regels naar die nieuwe manier. We zijn er nog niet, zeg je ook. Nee. We moeten nog wat. En Willem, mag ik wat vragen? Want dit zijn 6 sporen binnen eigen gemeente. De vaste mensen zijn ermee bezig. Vergt het ook overleg met inderdaad de provincie Gelderland, zal het ongetwijfeld zijn, en eventueel de waterschap? Zit die daar ook al mee aan tafel? Ja, absoluut. Ik vind dat daar nog wel veel meer moet gebeuren. Want wij zijn ons beleid aan het veranderen, omgevingsvisie aan het opstellen, daar liepen we nog niet mee voorop. Gaan we dit jaar afronden. Maar ik denk zelf, het echte werk komt als we met het omgevingsplan aan de slag gaan. Ja. Er is veel te veel aandacht, ook in het programma Aan de Slag, veel te veel aandacht uitgegaan naar omgevingsvisies. Dat is niet het belangrijkste instrument van het omgevingsbeleid. Dat is het omgevingsplan. Het is decentraal. Daar zit het werk. Daarom is het ook goed dat jullie op werkbezoek gaan, want het is een decentraal stelsel. Je moet daar weten of het lukt je systemen ingericht krijgen en hoe ver men is met het gaan opstellen van zo'n omgevingsplan. Daar hebben we nog voor tot 2029 met elkaar. Maar dan pas komt die echte ketenrelaties komen dan pas in beeld met die vergunningsverlening. En hoe kun je nou die toetsing en de regels die je daarvoor hebt en dat streven naar die gewenste kwaliteit van de leefomgeving, hoe vlecht je dat daar nou goed in? En hoe krijg je dan ook van elkaar goed advies vanuit het invalshoek van het watersysteem, vanuit de invalshoek van natuur waar de provincie voor aan zet is, vanuit de invalshoek van wat voor soort woningen en wat voor kwaliteit woonplek willen wij bieden. En dan pas kun je kijken, nou, wat is hier nou de verstandige keuze? Wat is het alternatief? Leren denken in alternatieven moeten mensen echt leren. Ze zijn altijd getraind op, je moet één advies geven aan een wethouder. Ja, ja. Wij vragen nu altijd 2-3 alternatieven. Heel moeilijk vinden mensen dat, zijn ze gewoon niet gewend. Ja. Maar zo moet je ook je regels ontwerpen om dat te doen. En je zegt eigenlijk aan de slag, doe wat meer met die plan. Ik zag Joyce al aantekeningen maken. En het is misschien ook een mooi moment om even over te gaan naar twee andere werkplaatsen. Ik wil graag jou uitnodigen om te blijven zitten en ook mee te praten met collega's Annabeth Korteweg van de provincie Zeeland
en Wilco Baas van gemeente Drimmelen. Die hebben wij allebei via Zoom ingebeld, uiteraard, op dit moment. En daar gaan we het gesprek mee voortzetten over werkplaatsen. En wij gaan het gesprek over werkplaatsen vervolgen met Wilco van de gemeente Drimmelen. Wilco Baas is projectleider van de DSO-keten. En Wilco, de eerste vraag aan jou. Ik las in de doelstelling van de werkplaats dat jullie de DSO-keten doorlopen. Wat is dat nou? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wij zijn de DSO-keten doorlopen. Wij hebben samen met een aantal andere gemeenten, ieder afzonderlijk, maar georganiseerd door de VNG. Wat we in de keten hebben getest is of die zaken samenwerken. Dus kun je een omgevingsplan publiceren? Kun je vervolgens een toepasbare regel daaraan vasthangen? En heeft dat effect op de aanvraag? En kun je iets onthullen hoe het gelopen is? Ben je er nog mee bezig of zijn jullie al helemaal klaar ermee? Wij hebben de keten is afgerond. Het was een drietal weken. We hebben dat in een drietal iteraties gedaan. Met een simpele aanvraag. Gewoon een dakpelletje, een kapplan of een kappen van een boom. En dat hebben we vervolgens ingediend. En we kijken of dat binnenkomt. Nou, dat ging eigenlijk heel goed. Het ging heel goed met onze software en onze softwareleveranciers. Ja. En het klinkt als een soort van pressure cooker. Hè? Dus dat je heel snel heel veel dingen probeert om ervaringen op te doen. Heeft het jullie echt een sprong vooruit gebracht? Ja, dat zeker wel. We zijn heel dankbaar dat we met VNG mee kunnen doen, dat we er ook ja tegen hebben gezegd. De leveranciers die staan allemaal voor je klaar eigenlijk. Dus heb je iets nodig, ze zitten of bij je in de meeting die je in het begin van de week bijvoorbeeld hebt. Of ze reageren die dag dan op de dag daarna. Dus je hebt gelijk reactie als iets niet lukt. En dan kun je ook gewoon echt testen en doen. En dan ga je ook zien wat er binnenkomt en hoe het binnenkomt. En hoe je het niet binnen wil hebben. Daar kun je dan op acteren. Dus je kunt al heel veel leren door het nu te doen. En ja, het is in 3 weken tijd is het heel veel. Maar daarna ga je gewoon door en ga je verder met testen. En ga je zeker ook verder met de DSO. En vervolgens hun informatie teruggeven van nou, dit werkt nog niet, dit gaat nog niet goed. En dit missen we nog, hoe kunnen we dit mooi oppakken? Zodat je dadelijk uiteindelijk een mooi product krijgt voor de burger waar we het uiteindelijk voor doen. Ik weet ook dat jij weg moet, Wilco. Dus wij gaan overschakelen nu naar Zeeland, naar Annabeth. Ik wil jou heel hartelijk bedanken en succes wensen met jouw volgende presentatie. Graag gedaan. Oké, tot ziens. Fijne dag. Hoi hoi. Dag. Annabeth, ben jij nog in de lucht? Ja. Hi, vanuit provincie Zeeland. Welkom, digitaal stelsel, omgevingswet, projectleider ben je in Zeeland. En ook jullie hebben een werkplaats gedaan, een interbestuurlijke werkplaats, begreep ik. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Wij zijn 2 werkplaatsen eigenlijk gestart en wij zitten er eigenlijk nog in. Terwijl Drimmelen eigenlijk voor een groot deel al klaar is, zijn wij als provincie waar te leren. En door daadwerkelijk te doen, gaan wij dus in de praktijk zien hoe we kunnen komen tot samenwerkingsafspraken. Dat is een mijlpaal geweest in de roadmap 2022. Ja. Dat is natuurlijk nog steeds, maar die stond op 1 januari jongstleden. En om die vlot te trekken hebben we gevraagd of de werkplaats ons erin kan ondersteunen. Ja, bekende mijlpaal inderdaad voor mij, die samenwerkingsafspraken. En jullie hebben er echt geprobeerd om daar dus nu handen en voeten aan te gaan geven. Samen met wie zijn voor jullie de regionale partners? We hebben onder andere te maken met 13 gemeenten, 1 waterschap Scheldestromen, de regionale uitvoeringsdienst, de RUT, de Rijkswaterstaat. Maar wij werken ook samen met de GGD, met de veiligheidsregio en met Zeeuws Archief. Dus we hebben een breed spectrum aan ketenpartners met wie we samenwerken. En dat doen wij in Zeeland onder de noemer samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland. Dat is eigenlijk een heel groot regulier overleg waar projectleiders en programmamanagers samenkomen in het kader van de Omgevingswet. Dan ben je met zoveel organisaties, heb je het plan om met elkaar te gaan starten. Maar hoe start je? Wat is je eerste stap? Ja, we willen graag heel klein beginnen, want dat is denk ik het meest praktische. Je bent met zo'n grote club mensen en met zoveel bevoegde gezagen dat je rond de tafel zit. Dus we hebben besloten om een klein mini-omgevingsplannetje te laten maken door de werkplaats. En daaromheen eigenlijk vanuit klein gezien steeds een stapje extra te maken. Dus dan weer een beleidsveld erbij, dan weer een bevoegd gezag erbij en om zo verder uit te bouwen. Mm-hmm.
Dus we beginnen de casus klein en vervolgens breiden we het langzamer uit, zodat we voor lievelee ook leren hoe het steeds complexer, zeg maar, aangevlogen kan worden. Zo'n vraagstuk. Mooi. Mooi, een beetje opbouwen. Niet gelijk alles in beetje één keer. Opbouwen. Ja, hartstikke goed. Wat ik me afvroeg is, wat zijn de belangrijkste lessen die je geleerd hebt uit deze werkplaats? Wat hou je eraan over? Nou, ik heb nog niet echt heel veel geleerde lessen, omdat we er eigenlijk nog middenin zitten. Dus dat is natuurlijk ook dat we misschien op een later tijdstip nog eens een keer terug kunnen pakken naar Zeeland om dat te kunnen delen. Ja, maar wat we nu zien is dat wij in ieder geval wel al tegen een aantal dingen aanlopen. En dat is zo dat het kennisniveau in de regio verschilt heel erg. Dus je wil eigenlijk iedereen gelijk een vlieghoogte brengen als het gaat om de kennis die ze moeten hebben aangaande de hele keten doorlopen. We hebben ook gezien dat je met verschillende vakdisciplines te maken krijgt. Je hebt de VTH, je hebt de DSO, iedereen redeneert vanuit zijn eigen vakdiscipline op zo'n casus. Dus daar heb je het gesprek over te voeren. En je hebt ook natuurlijk het verschil in tempo. Want de ene organisatie heeft zijn software allemaal op orde en heeft de nodige trainingen al gevolgd, terwijl de andere daar nog net in een aanbestedingstraject bezig is. Ja. Dus je wil eigenlijk ook dat zeg maar een beetje gelijk trekken. Wil je de hele keten kunnen doorlopen en kunnen beproeven, heb je de regio daarin mee te nemen. En zo zie je dat je dus op verschillende momenten eigenlijk elkaar treft in het proces. Dus inspireert dat de mensen die nog wat achterlopen ook? Denken die dan over? Ja, dit moeten we toch zeker, doen nu. Zeker. En door het gesprek te voeren en aan de hand van een casus en een voorbeeld te werken in zo'n werkplaats, gaat dat ook leven. En dat is het voordeel wat je dan hebt met werkplaats. Het gaat leven, je gaat het daadwerkelijk doen en je gaat het ervaren. En zo kom je uiteindelijk tot de nodige producten die je nodig hebt in het kader van de omgevingswet. Ja. Zoals dus inderdaad de besluit omtrent een omgevingsverordening. Ja, het klinkt als echt interbestuurlijk samenwerken. Hè? Nooit heeft iedereen hetzelfde perspectief of hetzelfde tempo of dezelfde ambities. Dus, en ik denk dat je dit ook alleen maar kan doen door het gewoon te gaan doen. Ik ben echt razend nieuwsgierig of we een keer de resultaten terug kunnen horen als je klaar bent. Want je zegt, ik heb eigenlijk nog niet veel geleerd, maar volgens mij heb je al heel veel geleerd. Dat hoor ik al uit terug. Ja. Maar misschien leuk inderdaad als we je nog een keer terug kunnen hebben, ook als de resultaten er zijn. Want een mooi experiment volgens mij. Ja, en wat, laatste vraag, wat is jouw persoonlijke favoriete stukje? Wat vind je het allerleukste hiervan? Ik vind het leukst om te werken aan iets nieuws en dat zijn met name die toepasbare regels. Die zijn nieuw, dat is ook een interbestuurlijke samenwerking. En om daar elkaar te treffen en verschillende beleidsvelden samen te brengen, dat is echt een uitdaging. Ja, het is een prachtige mogelijkheid om vanuit diverse organisaties zo'n vragenboom feitelijk voor te schotelen aan de initiatiefnemer, hè? Maar ja, dan moet je wel met elkaar afstemmen van hoe doen we dat dan? Om geen vragen dubbel te stellen of je en u door elkaar, dat soort zaken kan ik me indenken. Heel banaal eigenlijk ook. Ja. Ja, Annabeth, heel hartelijk bedankt. Ook hier zeer benieuwd hoe het verder gaat. Groeten aan het samenwerkingsverband en al die partners in Zeeland. En ik wens je een hele fijne dag. Ook zo. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Dan gaan we gewoon nog eventjes. Ja, want ik had ook nog een vraag. Ja. Ik dacht, jeetje, zijn we nou in één keer klaar? Want ik hoorde een van de zes sporen participatie. En participatie is, als je op werkbezoek gaat, zoals ik regelmatig doe, echt nog wel een zoekplaatje. Het is mensen hebben er mooie ideeën bij, maar de praktijk is nog wel wat ingewikkelder dan de mooie ideeën. Kan je iets vertellen over hoe jullie dat binnen de gemeente vormgeven op dit moment? Ja, twee dingen zijn belangrijk. We hebben een raadswerkgroep, is er ingesteld gelukkig aan het begin van deze raadsperiode, waar ik heel blij mee ben, want dan kun je toch wat meer sparren met elkaar van, goh, wat wil de raad en hoe gaan we dat dan voor de raad in voorstellen uitwerken. En we hebben gezamenlijk een ambitie bepaald. Dus met de raad hebben we gezegd, wat is ons ambitieniveau voor ons nieuwe omgevingsbeleid? En participatie is daarin een belangrijk element. Nou, beter participeren, vroegtijdiger. We hebben veel discussie gehad over, gaan we dat verplicht stellen? Gaan we verplichtingen stellen aan wat er dan gedaan moet zijn door een initiatiefnemer? Nou, daar is nog de raad heeft gezegd, ja, dat gaat ons te ver. Maar we gaan dat wel veel beter ondersteunen en ook de initiatiefnemer in dat opzicht ontzorgen. Maar we moeten er zelf ook veel beter in worden als gemeente. Dus echt gestructureerd de participatieladder toepassen. Dat deden wij eigenlijk niet. Iedereen daar ook dat ook eigen maken. En dat dan ook, en dat zijn we nu aan het doen, een handreiking uitwerken zodanig dat een initiatiefnemer daar ook houvast aan heeft.
En ik zoek nog heel erg naar de keuze. Je denkt dan snel van, nou, grotere onderwerpen, ja, veel participatie en dan moet de raad beslissen. Maar soms zijn kleine onderwerpen ook ineens heel politiek en heel maatschappelijk omstreden. Ja. En daar kun je bijna geen pijl op trekken. Soms is er een heel groot onderwerp dat je denkt, nou, dat is allemaal stap voor stap gelopen, gewoon debat erover klaar, dat gaat door. En een oogschijnlijk klein dingetje kan ongelooflijk veel in een buurt reuring opleveren of omstreden zijn. Ja, en dan wordt het belangrijker om ervoor te zorgen dat ook zo'n initiatiefnemer daar goed zijn participatie heeft georganiseerd. Wij hebben als gemeente erin vaak initiatiefnemers ontzorgd in het verleden. Dan deden wij, ja, dat doen de gemeente, doet dan de procedure. Hè? Ja, ja. Maar dan wordt de gemeente ook aangekeken alsof wij dan de initiatiefeigenaar zijn geworden. Ja, jullie willen die loods of die woning op de plek waar die niet hoort. Terwijl dat natuurlijk een initiatiefnemer in de samenleving in zit. Een inwoner of een bedrijf of een ontwikkelaar. Ja, die moet eigenlijk toch beter zijn eigen huiswerk doen. Maar dat moet je wel goed ondersteunen. En wat zijn je eerste ervaringen? Jullie hebben dus ervoor gekozen om eigenlijk een beetje in te stappen op terwijl het iemand anders verantwoordelijkheid is. Kies je daar dan voor om daarna te zeggen, nou, dat is ons niet zo goed bevallen. We doen het weer net wat anders. Of hoe ga je ermee om? Nou ja, dat was hoe wij het deden altijd in de ruimtelijke ordening met name. En nu proberen we die bal duidelijker bij initiatiefnemers te leggen. Sommigen vinden dat vanzelfsprekend. Zeker als het professionals zijn, die zijn erop ingericht. Ja. Anderen vinden dat minder vanzelfsprekend. Wat het leuke is, we hebben een omgevingslab ingericht. Dus we noemen labsessies om te experimenteren. En we doen dus ook gewoon willekeurig andere onderwerpen. Niet per se voor onze nieuwe instrumenten, maar een antennemast die ergens geplaatst moest worden voor het telefoonnetwerk. Nou, daar is een labsessie gedaan van hoe kun je nou bedenken hoe je die participatie goed kunt organiseren in dat dorp. Dat is daarna uitgevoerd en weer op teruggeblikt. En dan leer je ervan, zowel met initiatiefnemers, in dit geval de telefoonmaatschappij, die heel blij was met dat meedenken van hoe kan ik dat goed aanpakken in dat dorp. Hè? Wij kennen dat dorp ook en zij minder goed. Daarna is het uitgevoerd en er is op teruggeblikt en tevreden geconstateerd. Nou, dat werkt gewoon heel goed en die mast staat er ook nu. Door te doen ook dus gewoon. Gewoon dus doen. Neus stoten. Ja, want dan ontdek je het pas. Ja, ja. Goed. Die initiatiefnemers, hè, schrikken die niet een beetje dat ze nu zelf die hele participatie moeten doen? Nou, sommige wel, sommige niet. Dus moet ik zelfs bij je buurrecht aanbellen, hè? Van joh, ik ben dit en dit van plan, hoe sta je er tegenover? En we vragen, heb je dat gedaan? We hebben er ook eentje gehad die dacht, nou weet je wat, ik organiseer een avond voor al mijn buren. En dat was hartstikke leuk. En dat was in Deventer. En toen heeft de raad gezegd, ja maar hallo, als jij met een voorstel komt en je wil op jouw perceel wil je iets doen. En je nodigt je directe buren, nou in de Achterhoek, hè, Noberschap, we kennen onze buurt, we lopen wel elkaar via de Achterhoek naar binnen. Dan laat je een of ander bureau een avond in Deventer organiseren om een inloopavond voor dat initiatief. Nou, de raad heeft uiteindelijk gewoon gezegd, nou daar werkt dus gewoon niet aan mee. Het moet gewoon initiatief is gewoon, dat is zo onlogisch. Ja. Dan kun je zeggen, dan heb je het echt niet goed uitgevoerd. Ja. We gaan dus nog steeds niet vooraf die eisen stellen. Die minimumvorm eisen, want dat is moeilijk om te toetsen of te beoordelen. Ja. Maar je kunt op deze manier best een beeld vormen. Dus je kunt ook de manier waarop die, niet alleen dat er participatie wordt gevraagd, maar ook hoe wordt het goed gedaan, wordt een beetje fatsoenlijk gedaan. Daar kun je ook wat van vinden. Dus. Worden mensen met respect daadwerkelijk meegekomen? Hebben ze echt wezenlijk een inbreng kunnen brengen? Ja, niet van 50, 60 Een tegenstander zal natuurlijk altijd zeggen, ik ben niet genoeg gehoord. Ook al met enige afstand zeggen, nou, daar is echt naar geluisterd, alleen er is een andere keuze gemaakt. Ja. Ja, dat moet je natuurlijk wel goed kunnen weten. Participatie is niet iedereen tevreden kunnen stellen. Natuurlijk. Nee, dat gaat er natuurlijk nooit worden. Ja, op het moment is er enorm veel gedoe in onze gemeente over de plaatsing van windmolens en de vrees daarvoor. Ja, die grote processen zijn dus echt heel moeilijk goed in de participatie organiseren. Maar ook daarvoor komen we met een beleidskader waarin we ook uitgewerkt hebben, ook een handreiking voor participatie. En ook uitgewerkt hebben, hoe gaan we dat nou doen? En de initiatiefnemer moet ook een verslag bij de vergunning aanvragen uiteindelijk vroegen van hoe is het verlopen, wat heb ik ermee gedaan, zodat de raad die dan uiteindelijk moet beslissen, daar zich een beeld van kan vormen. Ja. Zeggen, nou vinden we dat voldoende geweest of niet. Ja. Wij praten in Den Haag over een verantwoorde datum voor inwerkingtreding. Ja. Dat is het belangrijkste. Ben je er klaar voor in Bronckhorst al? Nu al? Kan je nu al van de kant? Ja, doorgaan. Ja, mijn advies is doorgaan. En ik snap de problematieken van het moet verantwoord zijn. Dat kan ik ook niet vanuit mijn positie helemaal voor heel het land beslissen en overzien. We lopen nog tegen forse hobbels aan in de werking van de software. Maar dat wordt nu onder andere die werkplaats met tests en bumps en experimenten gewoon door te doen. Ja. De vergunning komt nog bij de gemeente, de vergunningaanvraag komt bij de verkeerde gemeente aan. Dat moet dus even gecheckt worden dat het niet bij Aalten komt, maar bij Bronckhorst. Ja, dus dat moet gerepareerd worden. Ja.
ja, dat moet natuurlijk wel lukken voor het eind van dit jaar, begin van volgend jaar. Ja. Maar onze inschatting is dat dat moet kunnen, voor wat wij nu overzien. Maar daar moet nog wel wat elementen geleverd worden in softwarepakketten. Ja. Mij verbaast dat eerlijk gezegd wel dat we al zo lang bezig zijn, zoveel jaar, en dat de softwareleveranciers daar pas zo laat nu daadwerkelijk die pakketten aan het ontwikkelen zijn. Maar ja, dat is nou helemaal zo. En heb je gelijk, Katelijn, ja, dat is omdat men pas echt aan het werk gaat als je ermee gaat werken, als je ermee gaat experimenteren. Ja, dus en uitstel dat is, ja, staat voortgang op enig moment in de weg. Je vertelde net over de windmolens dat echt wel een spannend punt nu is. Is dat nu onder de huidige wetgeving anders dan het strakjes zou zijn na de inwerkingtreding van de omgevingswet? Of is op dat vlak niet zo heel veel veranderd? Gaat er niet zoveel veranderen? Zou dat anders zijn gelopen? Kijk, ook onder de nieuwe omgevingswet kun je hele domme processen uitstippelen. Je kunt veel te veel regels formuleren als je dat wil. Die wet is een kader. Dus je kunt daarmee nog steeds alles dichtregelen. Je kunt nog steeds hartstikke inflexibel maken. En je kunt, dat blijft natuurlijk kunnen. Mm-hmm. Wat je nu ook rond de energietransitie ziet, dat wij doorgaan met een stapeling van beleid. Ja. En de bedoeling van de omgevingswet was onder andere, hou nou op met die eindeloze stapeling van beleid. We hebben in de gemeente Bronckhorst, die kleine gemeente Bronckhorst, met het uitgestrekt gebied, dat is waar, maar kleine organisatie, 80 beleidskaders voor de fysieke leefomgeving. 80. En we stapelen maar weer op elkaar. Dat gaat maar door. En dat zijn een mix van strategisch beleid, maar dan toch ook met uitvoeringsregels erin, die bij een vergunningaanvraag dus allemaal moeten worden getoetst. Soms ook eerlijk gezegd dus gewoon worden overgeslagen, maar dan toch wel weer gebruikt. Nou, het is soms ook onduidelijk. We maken een nieuw beleidskader. We vergeten het oude soms af te schaffen, hè, of beëindigd te verklaren. Of te verklaren dat de helft ervan hiermee vervangen is door het nieuwe. Maar de andere helft dus nog wel geld. Ja, dat is door niemand te overzien. En rondom energie heb je nu allerlei processen die door elkaar heen lopen. Ik vind dat het Rijk daar de instrumenten van de omgevingswet nu al beter moet benutten. Mm-hmm. Dus zo'n restproces met een informele status en een onduidelijk wettelijke context, ik snap daar niks van. Want we doen daaraan mee. We proberen heel loyaal met elkaar te bedenken waar kunnen we nou welke vorm van energieopwekking organiseren. Dat geeft gigantisch veel onrust onder onze inwoners. Want daar moet het decentraal uiteindelijk dus allemaal wel. Ook die in regels resultaten helder en transparant en vertrouwd landen. Daar hebben ze nu geen vertrouwen in omdat ze onduidelijke processen waarnemen. Wij als professionals kunnen het wel snappen. Nee, dat gaat alleen over grootschalig. Zon op dak is een ander, dat telt daar niet in mee. Dat is dus niet uit te leggen. Nee. En dan snap ik het ook niet dat de Rijksoverheid die eigen... ik kijk jou aan, maar dat is niet jouw schuld, Katelijn. Ik ben van het interbestuurlijk programma. Dan snap ik niet dat de Rijksoverheid die daarover gaat. Ja. dat die daar dus niet een duidelijke traject in kiezen. Nou, dat is dus nu ook nog lastig, want de wet is nog niet in werking getreden, dus ook voor het Rijk geldt dat probleem. Dus we werken nog op een onhandige oude manier met procedures en processen langs elkaar heen. Processen met een onduidelijke procedurele status en instrumenten die dan nog bedacht moeten gaan worden en hoe dat gaat landen, ik weet het niet. Ja. Maar dat geeft veel problemen bij ons. Wij proberen nu lokaal een beleidskader te ontwikkelen voor met name de windmolens. Ja, die zijn een gigantische aantasting van ons landschap. Dus van links tot rechts, politiek gezien, van hoog opgeleid tot laag opgeleid, is daar enorme tegenstand. En zijn er mensen die zeggen, ja, maar we moeten het toch op een of andere manier regelen. Dus dat staat lijnrecht tegenover elkaar. Politiek volledig gefragmenteerd, ook in fracties in de gemeenteraad. Ontzettend lastig. Dus wij proberen er nu een oplossing voor te vinden, waarvan wij denken voor Bronckhorst geeft dat hopelijk een hoop, neemt dat een hoop onduidelijkheid en angst en vrees weg. Er blijkt ook niet zo gek veel mogelijk, want we hebben weliswaar een groot buitengebied. Maar we hebben ook 44 dorpen en buurtschappen. Dus overal woont iemand of staat een bedrijf. Of het is ook heel mooi, dus het is natuur, landschap, beschermd stadsgezicht, landgoederen, kastelen. Ja. Daar kun je bijna onmogelijk nog een plek vinden voor een windmolen. Groot of klein. Klein wel, maar groot zeker niet. Dus ja, dat is heel erg lastig. Ja, lossen wij dan lokaal nu voorlopig, denk ik, op. Ja. Maar dan komen we vervolgens weer natuurlijk in de bestuurlijke arena, waar mijn collega wethouder die erover gaat, hele nare gesprekken krijgt over, wat dan in het RES? Ja. Ik heb nog een vraag en daar hadden we het over. En we zouden dus over de werkplaatsen met elkaar praten. Bronckhorst heeft ook een werkplaats gedaan. Daar ben je er zelf als bestuurder denk ik niet of heel beperkt bij betrokken. Maar ik zei, vraag eens na wat het jullie gebracht heeft. Dus ik denk dat jij je huiswerk gedaan hebt en dan gevraagd hebt aan je mensen, wat levert het op? Ja. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, we hebben dus een werkplaats gekozen waar we met gefocuste vragen en een opdrachtje aan de slag konden. Ja. Dat wilden onze mensen graag. Marco Withagen, onze ambtenaar die met de softwarepakket en de implementatie van het pakket bezig is, die is er erg enthousiast over, omdat een context biedt. Gewoon, anders moet het weer zelf organiseren en we hebben al te weinig tijd en mensen daarvoor. Dus dan is het voor ons georganiseerd dat we deel kunnen nemen aan een omgeving waarin gewoon praktisch geëxperimenteerd kan worden met, nou, gaat nou als ik een vraag uitstuur, komt dat ook aan bij die andere overheid, een informatievraag. Als we de regels importeren, komen die er dan ook in? Als een vergunning wordt verleend, verschijnt er dan informatie bij de omgevingsdienst in het systeem? Ja. Nou, dat blijkt te werken. Okay. Er komt ook informatie mee, maar er komen ook hele praktische problemen aan het licht. Waarvan je zegt, dit werkt nog niet. Ja. Dat moet nog opgelost worden. Onder andere het publiceren van een vergunning. Ja. Dat werkte nog niet. Dus die module die was nog niet beschikbaar. En dat kan dus ook nog niet. En er kon ook niet zomaar een workaround worden bedacht. Dus dan moet die module, die wordt dan binnenkort wel geleverd, is gebleken. En ook nog sneller dan gedacht. Nou, hippie-pola. Ja. Kunnen we daarmee experimenteren. Dus ja, als we dit pad volhouden en ook daadwerkelijk die aanvullingen op de software geleverd worden, dan zou het moeten lukken voor het eind van het jaar dat wij het digitaal loket open kan, dat vergunning aanvragen kunnen in ontvangst nemen, dat we dat ook kunnen verwerken. Maar dan zul je nog wel even beide systemen tijdelijk in de lucht hebben, want ja, je kunt nog niet iedereen ook meteen dan vertrouwd aan het werk hebben met dat nieuwe systeem. Er zijn natuurlijk een paar deskundigen mee bezig die er diep in zitten. Er wordt al wel gewerkt aan wat voor werkinstructies horen daar dan bij, die dan ook oppoppen in de schermpjes en zo. Maar dan moeten mensen op getraind worden. Ze moeten de route vinden, de weg vinden in het nieuwe systeem. Ik word altijd wel nerveus als ik een andere telefoon heb. Of als het appje veranderd is, raak ik weer de weg kwijt. Als je het al heel lang gedaan hebt. Nou, en dat is in dit soort systemen zijn natuurlijk niet altijd uitmuntend gebruiksvriendelijk. Maar dus dat zal ook gaandeweg nog weer verbeterd moeten worden ongetwijfeld. Maar vooral het mensen ermee laten werken. We hebben ook al bedacht hoe we dat moeten doen. Dat de training klaar staat. Dus dat vanaf 1 januari dat er instructies op de werkplekken zijn. Als mensen weer op de werkplek kunnen komen. Dat er misschien vliegende coaches rondlopen. Zeggen, jij weet hoe het moet. Kijk even met mij mee. Wat moet ik nou doen? Zodat mensen zo snel mogelijk daarmee vertrouwd raken. Ja, die proeven, de resultaten van die werkplaatsen. Er is bijvoorbeeld ook iets over samenwerken geweest. Die krijgen we ook weer binnen als programma. Die gaan ook door naar de landelijke voorziening. Die worden besproken met de softwareleveranciers. Dus dit wieltje draait inderdaad. En het is inderdaad heel belangrijk om dat te laten draaien. Zodat je het beter en beter maakt. Ja. Ik richt afronden gaan. Ja, ontzettend bedanken voor het inkijkje in de wereld van Bronckhorst en omgevingswet. Benieuwd hoe het over een half jaar is bij jullie. Hartelijk bedankt. En we gaan over naar het volgende onderwerp. En dat gaat zijn Train de Trainer. In 2019 hebben we geconstateerd dat er qua milieu best wel veel gaat veranderen onder de omgevingswet. En dat die kennis bij de omgevingsdiensten nog niet op voldoende hoog niveau was. Dus we hebben bedacht, we moeten Train de Trainer gaan doen. Train de Trainer traject Milieu en Omgevingswet was een samenwerking van Omgevingsdienst Nederland, de ODNL Academie, Aan de Slag en de VNG. In het Train de Trainer traject hebben 6 docenten ruim 60 trainers opgeleid. Zij hebben een heel programma doorlopen waarbij we begonnen met eerst gewoon in het algemeen, wat is de omgevingswet, hoe zit dat in elkaar, wat is het doel van de omgevingswet.
Vervolgens zijn we dan ingegaan op milieu onder de omgevingswet. We hebben een aantal van die belangrijke veranderingen besproken. Van wat is nou dat nieuwe begrip milieubelastende activiteit? Op welke manier gaat milieu veel meer decentraal door de gemeente in het omgevingsplan geregeld gaan worden? We hebben uiteraard het BAL, het besluit activiteiten leefomgeving, besproken. De systematiek daarvan doorgenomen met hun. We hebben daarna nog gekeken wat een en ander gewoon heel praktisch, zeg maar, ook verandert op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving. Jazeker. Na het inhoudelijke deel zit er ook een stuk didactiek in. De mensen hebben didactische vaardigheden geleerd en ook geoefend bij proeflessen. Dat waren mensen van omgevingsdiensten en dan met name vergunningverleners en toezichthouders op het gebied van milieu. Nou, we hebben nu die ruim 60 trainers, die hebben ook een examen gedaan. Dus ze zijn helemaal met vlag en wimpel geslaagd. En ze krijgen nu, terwijl ze dus zelf die trainingen gaan geven binnen hun eigen organisatie, krijgen ze nog ondersteuning vanuit de ODNL-academie, bijvoorbeeld in de vorm van een terugkomdag en intervisiegroepen. En er is ook een platform voor hun ingericht waarin ze met elkaar kunnen spreken over hun ervaringen en vragen en dergelijke kunnen uitwisselen. Nou, ik denk dat een paar trainers die hier nu klaar zitten, dat het beste zelf kunnen gaan vertellen. Meer dan 60 nieuwe trainers, we hoorden het net in het filmpje, die getraind zijn via trainersprogramma's op het milieuaspecten van omgevingswet. En vandaag hebben we twee van deze nieuwbakken trainers aan tafel. Namelijk Annette Wolken vanuit de omgevingsdienst IJmond en Roald Lutje Schiphold vanuit de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. En wij gaan dus even van jullie horen hoe dat nou gewerkt heeft. En dan begin ik even met jou, Annette. Oh, jij, hoe ben je hierbij betrokken geraakt? Hoe ben je als bij deze trainer aangeschoven? Ja, wij zijn een omgevingsdienst die zelf al regelmatig nieuwe mensen opleiden. Dat is dan een traject waarin zij breed worden opgeleid binnen de toezicht en de handhaving met name. Daar ben ik vanuit mijn onderwijsachtergrond altijd met veel enthousiasme bij aangehaakt. Ja, en dat er eenmaal bekend werd dat er voor dit onderwerp ook een train-de-trainer concept kwam, heb ik aangegeven dat ik daar wel interesse in had. Mm-hmm. Ik doe dat overigens niet alleen. Ik doe het met vijf andere zeer enthousiaste collega's. Dus wij dragen dit binnen onze organisatie echt met z'n zessen. Ja. En we komen allemaal uit de eigen organisatie, maar wel allemaal met een eigen achtergrond. Dus we zijn gestart met twee mensen die uit de vergunningverlening kwamen. Twee mensen uit toezicht en handhaving. Eentje vanuit RO-advies en eentje vanuit 10 projecten. Ja. En van de zes hebben er drie een lesbevoegdheid. Dus wel affiniteit met het lesgeven. En voor drie was dat een nieuw aspect wat erbij kwam. Ja, dus inderdaad, die breedheid van de omgevingswet was ook te zien aan de breedheid van de trainers in jullie organisatie. Hoeveel mensen moesten jullie trainen ongeveer? Waar hebben we het over? Ja, rond 125 collega's. Mm-hmm. Wij hebben wel besloten daar een schifting in te maken. Wij als trainers zijn opgeleid voor het geven van 5 modules. Ja. Waarvan er 2 eigenlijk in 2 blokken, dus dat zijn 7 modules, waar het ook echt op een gegeven moment heel erg de inhoud ingaat. Wij hebben de afweging gemaakt met de trainersgroep van voor wie is die inhoud nou allemaal relevant. En voor welke mensen is het misschien interessant om een stukje daarvan mee te krijgen. Ja. Dus wij hebben besloten om een aantal groepen collega's te denken aan medewerkers omgevingsrecht. Waar dan vergunning, verlening, toezicht en handhaving onder valt. Juridische zaken en RO-advies. Die hebben wij geadviseerd om alle modules te volgen. Mm-hmm. De overige collega's hebben geadviseerd om module 1 en 2 te volgen. Maar die mochten, als zij daar interesse in hadden, zich ook voor de overige modules inschrijven. Oké. Okay. Ja. Hoe is het om je collega's les te geven? Je was al gewend om voor de klas te staan. Ja, dat zijn eigenlijk altijd collega's die wij opleiden. Dus in dat opzicht was het niet heel vreemd. En wij doen dat wel vaker binnen de organisatie. Dat we gewoon zelf
mensen meenemen in dingen die nieuw zijn. We hebben bijvoorbeeld afgelopen week hebben wij van communicatie en JZ hebben wij een presentatie gehad over de WOP. En ja, dat is bij ons eigenlijk binnen de organisatie wel iets wat heel vaak voorkomt. Dat we collega's meenemen in iets waar we mee bezig zijn of iets waar je goed in bent. Dus niemand keek ervan op dat jij nu voor de klas stond? Nee, nee. En ik denk ook niet van de 5 anderen. Het was bekend dat wij dit gingen doen. En ja, dat wordt ook gewoon goed ontvangen. En ik neem aan dat het een virtuele klas was. Ja. Ik hoorde net in het filmpje dat de opleiding bestaat uit inhoud, maar ook uit didactiek. Klopt. Ging die didactiek dan ook specifiek in op online trainen? Ja, dat de training aanving, zeg maar, voor de trainende trainer, was het in eerste instantie nog van we hopen dat we dan weer met z'n allen bij elkaar kunnen zitten. Dus vanuit ODNL was er eigenlijk ook contact met ons om het dan bij ons in company te geven. Omdat er vanuit onze 6 mensen zouden deelnemen, wat dan aangevuld kon worden met mensen vanuit andere omgevingsdiensten. Nou ja, goed, dat werd steeds meer voor zich uitgeschoven wanneer dat dan weer fysiek zou kunnen. Dus uiteindelijk werd er besloten om het online te doen. Ja. Ja, ik merk dat dat best wel anders is. Ja, en dat er binnen de didactische lessen wel geprobeerd is daar wat aan te doen. Maar dat is voor iedereen natuurlijk heel nieuw. Dus het is ook gewoon zelf zoeken. Want je bent ervaren trainer. Wat was voor jou een beetje echt nieuw? Dat je de interactie is gewoon heel anders. Ik bedoel, je ziet mensen, je ziet dit stuk van iemand op een scherm. En dan zie je ook nog heel veel mensen tegelijk op één scherm. Uh-huh. Dus het is best wel, als je normaal voor een klasje staat. Ja, dan kan je even. Gebeurt er wat? Er gebeurt wat, er is dynamiek. En dat is wel echt een aandachtspunt bij het online lesgeven. Hoe hou je die dynamiek erin? Ja, en de aandacht was, want het schijnt dat mensen na 12 minuten wel een beetje klaar zijn met luisteren. Hè? Dat, ja, en je merkt gewoon, als je zelf echt voor de klas staat en je vraagt, weet je, zijn er nog vragen? En dan heb je daar een bepaald gevoel bij. En nu drop je zo'n vraag eigenlijk in een. Een zwart gat. Maar wij hebben er wel voor gekozen. We geven de trainingen in tweetallen. Ja. Dus met een collega samen. En wij zitten wel samen op gepaste afstand in een grote ruimte. Zeg maar. Oké, dus we samen nog even. De trainers hebben wel interactie. En ik heb zelf 1 keer de training gegeven, allebei de trainers thuis. En dan merk je dat dat ook al heel veel scheelt. Ja. Dat als je samen in een ruimte zit, je hebt dan iets meer dynamiek tussen de trainers onderling. De ander kan iets opschrijven terwijl er een vraag wordt gesteld. Het is toch net even meer show. Ja. Je hebt de training inmiddels ook al gegeven. Ja, we zijn bijna klaar. We zijn bijna klaar zelfs. Ja. Ja. Volgens mij volgende week of die week daarna geef ik de laatste. Kijk. Ja, mijn dus laatste trainingen. En dat is ook een beetje de laatste week. Dan ronden we het. En dan, waar ga je dan? Want dan heb je alles, dan kan je het heel goed, want dan heb je het al heel veel keertjes gedaan. Wil je dan ook buiten je organisatie deze trainingen gaan geven? Nou, de vraag werd wel gesteld of je daar bereid toe was. Dat Ramon Blok, die ook in de organisatie zit, heeft dat gevraagd. En ik heb me daarvoor wel aangemeld. Oh, hartstikke dus leuk. Of dat ook daadwerkelijk zover komt, dat weten we nog niet. Maar er werd gewoon gevraagd, ben je daartoe bereid? Nou, er kijken 800 mensen, geloof ik. Ja, en we hebben een mooi netwerktool waarin je vragen kunt stellen. Dus misschien kan dat. Ja, ja. Zit je agenda vol daar? Ja, dus straks word je veel geboekt. Ik ga even over naar Roald. Ja. Jij hebt ook deze trainen gevolgd. God. Hoe ben jij bij dit traject aangemonsterd, zeg maar? Nou, ik heb zelf op een gegeven moment aangegeven dat ik graag trainingen zou willen geven of les zou willen geven aan collega's. En toen kwam op een gegeven moment dus het trainen project naar voren. En toen ben ik dus door Ramon Blok van de ODNL Academie benaderd van, goh, dit is voor jou de kans om nu trainingen te gaan geven. En dat heb ik dus gedaan samen met een aantal andere collega's. Wij waren met 6 of 7 man. Uiteindelijk zijn er 3 collega's die toch afgehaakt zijn omdat het te druk werd of omdat ze het niet met hun reguliere werk konden combineren. En we zijn nu met 4 collega's die trainingen geven. Ik ben zelf jurist, er zit nog een andere collega jurist bij. Maar er zit bijvoorbeeld ook een toezichthouder bij en ook een vergunningverlenster. Het is een beetje hetzelfde mix als bij jullie dus. Ja, ja, en dat kan me indenken dat ook onderling echt wel interessant is. Ja, zeker. En het is ook de bedoeling dat we allemaal met elkaar een keer training geven. Ja. En, en zoals gezegd, wat wij wel doen is dat we worden als koppel aan een groep gelinkt. En daar geven we ook de hele training aan. Dus het is niet zo dat we per module weer met een andere collega de groep trainen. Wij doen wel met z'n tweeën dan de hele groep. Zodat je terug kunt grijpen op eerdere. Precies. En dan kun je bijvoorbeeld bij een module 4 kun je dus ook nog weer even terugkomen op wat er dan in module 3 besproken is of gevraagd is. Ja. Want er komen ook heel veel vragen van collega's waarvan wij dan zeggen van, goh, goede vraag, we gaan het uitzoeken. En we komen daar de volgende keer op terug. En die collega's, is dat ook een mix?
zit in de klas ook een mix van planmakers, vergunningverleners? Nee, het is bij ons wat anders dan bij de omgevingsdienst van Annette. Bij ons is er echt voor gekozen om bepaalde groepen collega's, toezichthouders, vergunningverleners, mensen van expertise, collega juristen die ik nu train, om die echt in één groep de training te laten volgen. Dus niet allerlei mensen door elkaar heen. En nou ja, dat werkt op zich prima. Ja. Zal ik? Ja, we zitten hier eigenlijk ook aan de slag met de omgevingswet. Ja. Waar zit de link en wat heeft het jullie gebracht in relatie tot de opgave die we met elkaar hebben om de omgevingswet tot een succes te maken? Nou, de link zit erin dat je dus heel veel kennis opdoet over de omgevingswet. En dat je nu ook merkt dat doordat je de training geeft, dat het in de organisatie ook steeds meer gaat leven. En wij krijgen ook tijdens de training al verzoeken van mensen van, goh, we willen eigenlijk op dit onderwerp nog eens wel eens wat dieper doorgaan. Kunnen jullie niet nog een keer in ons werkoverleg komen om ook nog eens het een en ander toe te lichten of te bespreken? Dus het gaat leven, zeg maar, doordat je het vult met inhoud, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Dat merk je echt heel, heel sterk. En goed, in het begin, als mensen dan beginnen, is gewoon, nou, wat is het dan, de omgevingswet? En gaandeweg, als je bij module 3 of 4 bent, dan zie je gewoon dat mensen het steeds interessanter gaan vinden. Dat ze ook met steeds meer vragen komen. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Je ziet eigenlijk zelfs op werkplaats, het gaat leven. Je bent ermee bezig, dus de drempel gaat eraf. Ja. Ja. Wie zou die cursus eigenlijk allemaal moeten volgen? Dus los van jullie, zou je er iets over kunnen zeggen? We doen het voor waterschap, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten. Ja. Waar denk je dat ze dit allemaal zouden moeten willen weten om het goed te kunnen doen? Nou, ik denk bij gemeentes ook. De mensen die op ruimtelijke ordening en bouwen zitten. Ik denk bij de waterschappen ook. Daar gaat natuurlijk ook het nodige veranderen. En toch ook de mensen van provincies. Lijkt mij toch ook dat die daar ook kennis van moeten hebben. Ja. Ja, ik begreep dat er ook nieuwe trainde trainers gestart kunnen worden, hè? Dat ook nog. Maar ook jullie zei het zelf al, ook jullie zijn inhuurbaar. Wij willen jullie van harte feliciteren met het prachtige digitale certificaat, begreep ik. Hè? Ja. Het is misschien uitprintbaar, zodat je toch boven je bed kunt hangen. En ik weet dat Carlijn nog iets leuks heeft meegenomen. Kijk eens, bij een diploma horen bloemen, zeggen ze altijd. Ja. Ik mag ze niet echt komen overhandigen, dus ik ga ze heel erg voorzichtig naar jullie toeschuiven. Ja. Gefeliciteerd met je diploma. Ja. Ja. Fijn dat er veel collega's van jullie leren. Ja. Dankjewel. En wat mij hartstikke leuk lijkt, is als jullie misschien een keer in Den Haag, we hebben een groot aan de slag team. En misschien niet de hele opleiding, want er zitten heel veel mensen die ook hartstikke veel weten. Ja. Maar ik zou jullie wel een keer digitaal of fysiek willen uitnodigen om in Den Haag ons ook een snelle cursus te geven. Zodat wij ook weten waar jullie mee bezig zijn. Nou, en leuk. Daar ons voordeel mee kunnen doen. Dat wil ik wel doen en ik neem Annette ook. Dus, hartstikke goed. En ik begrijp, nog 58 mensen, misschien zitten ze daar thuis, achter de computer, niet hier. Ook hartelijk gefeliciteerd met jullie diploma. Wij hopen ook dat jullie veel je kennis over kunnen brengen aan anderen over de omgevingswet en wat je ermee kan. En dat ook de volgende trainde trainers, gaan we het hele land langzaam opleiden in wat wij... gefeliciteerd en heel veel succes met de trainingen die jullie gaan geven. Ja, dan bak ik een appeltaart als jullie komen trainen. Ja, wij krijgen nu bloemen, maar die zijn natuurlijk voor... ik zal ze op het werk... Wat leuk. Ja. Als er niemand is, moet je dat niet doen. Ja, ik zeg dat nu, maar dat klopt. Ja, er is natuurlijk niemand op kantoor. Maar goed, er zijn misschien een fotootje ervan maken. Ze zijn niet alleen voor mij. Ik weet dat jullie ook nog intervisiesessies hebben met een groep die getraind is. Dus dat is ook leuk. Ja, wij komen aan het einde van de sessie. Ik zie dat de inbelverbinding alsnog gelukt is, maar helaas hebben we er geen tijd meer voor. Wellicht over de volgende keer, de uitnodiging blijft staan. Wij gaan namelijk de inspiratiedag in. Dit was de aftrap. Vandaag meer dan 20 sessies voor allerlei soorten doelgroepen. Misschien ook voor jullie nog interessant. Zelf ga ik ook wel het een en ander volgen. Ik wens iedereen bijzonder veel plezier. Ik wil ook even wijzen op een drietal interactieve sessies. We wilden niet alleen maar zenden, maar er zijn ook een drietal spreekuren. De eerste gaat specifiek over DSO en de andere, daar komen de mensen die sessies in gegeven weer aan tafel zitten. En daar kunnen vragen gesteld worden, daar kan het gesprek plaatsvinden. Dus dat ook warm aanbevolen. Ik wens iedereen heel veel plezier. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken, jullie. Ik wil uiteraard ook onze collega's uit de gemeente provincie van harte bedanken. De mensen hier in de zaal. En ik wens iedereen een hele, hele prettige inspiratiedag.